Dan gaan we door met de pro-Palestina protesten. Er zijn namelijk nog steeds volop acties op de campus van de Radboud Universiteit. Zo was er vandaag een nieuw soort protest bij het gebouw van het commissariaat. Maar ook medewerkers hebben nu van zich laten horen. Dit is de tweede week dat de Radboud studenten actie voeren. Gisteren hebben medewerkers van de universiteit een open brief gepubliceerd in het universiteitsblad Fox. Hiermee steunen zij de studenten in hun oproep om de banden met Israëlische instituties te verbreken. Deze brief is inmiddels door ruim 350 medewerkers ondertekend. En dat hebben we gedaan om een aantal dingen duidelijk te maken. Ten eerste dat de eisen die de studenten stellen met dit protest, dat we die onderschrijven. Ten tweede om inzicht te geven in de banden die bestaan met Israëlische universiteiten. En ten derde om die banden dan ook te verbreken. Tot slot roepen we collega's op om zich te engageren, om studenten te steunen op allerlei manieren in dit protest en om zich hier te laten zien en te laten zien dat ze het geluid dat deze studenten maken van harte ondersteunen. En dat blijkt natuurlijk ook wel uit het aantal handtekeningen dat we inmiddels in korte tijd hebben binnengehaald. De studenten voelen zich gesteund door deze open brief. We zijn gewoon heel blij met solidariteit vanuit werknemers die ook solidair met onze eisen staan. En we zien ook steun niet alleen vanuit studenten, natuurlijk heel veel steun vanuit studenten, heel veel steun vanuit werknemers, maar ook gewoon de brede maatschappij. Heel veel mensen komen langs om uit te spreken dat wat we aan het doen zijn en zeker ook waar we achter staan, dat ze daar heel blij mee zijn dat we er voor in opstand zijn gekomen. Vandaag was er een zogeheten die-in actie. Hierbij liggen demonstranten op de grond om de slachtoffers in Gaza te representeren. Deze actie vond plaats voor het gebouw waar het college van bestuur zit. Niet alleen studenten, maar ook medewerkers maken tussen de lessen door tijd om mee te doen aan de demonstratie. Wat ook belangrijk is om te laten zien dat het niet alleen een studentenprotest is, maar dat het breed gedragen wordt. De acties gaan voorlopig nog door. En de studenten willen graag in gesprek blijven met het college van bestuur. We blijven sowieso in gesprek. We willen altijd in gesprek. We willen mensen altijd studenten dingen blijven leren, maar ook gewoon de dialoog aangaan. Er zijn twee oplossingen voor het tentenkamp. Ofwel we worden weggesleurd door de politie, of we blijven staan tot die banden verbroken zijn met medeplichtige instituties.